Super tof dat jullie hier kijken naar deze nieuwe video. Vandaag ga ik iets super tofs doen. En ik heb er ook super veel zin in om dit te doen. Ik ga namelijk de nieuwste producten van Poopsie Slime Surprise unboxen. Namelijk de Sparkly Gritters en de Cutie Tooties. Woe! En als je net zoveel zin hebt in deze video als ik dat heb, kun je me dat laten weten door deze video een dikke duim omhoog te geven. We gaan voor de, omdat we de nieuwste producten hebben van Poopsie Slime Surprise, voor de 11.000 dikke duim omhoog. Ik hoop dat het gaat lukken. En abonneer ook even op mijn kanaal hier onder deze video. En ik heb nog een super tof nieuwtje voor jullie. Want ik mag namelijk een heel pakket weggeven met Sparkly Gritters en Cutie Tooties. En wil je dat nou winnen? Blijf vooral even kijken, want dan leg ik jullie later uit hoe je dat kan winnen. En dan nu door met de unboxing! Nou, dit is dus een Sparkly Gritter. En ik kan bijna niet wachten om hem te openen. En het blik zelf is al super mooi, dus dat laat ik even aan jullie zien. Het blik is helemaal holografisch. Er staat ook nog een hele mooie regenboog op. Nou, zoals jullie zien staat er een poppetje op de achterkant. Dat is niet per se het poppetje wat in jouw blik zit. Het kan wel, maar het is altijd een verrassing welk poppetje je krijgt. En dus kan je een heleboel poppetjes verzamelen totdat je een hele collectie hebt. Zoals jullie hier zien zit er een rol stickertje met een pijltje erop. Dus ik neem aan dat ik hier zo deze af moet trekken. Hier staat weer een rol speltje. Oeh, kijk, allemaal speciale zakjes. Dat is een Unicorn Magic en Unicorn Shimmer. Oh, wat mooi. Kijk, hier zitten allemaal pakketjes in. Kijk hoe cool. Kijk jongens, hier zit een soort van draaideurtje in. En ik ben heel erg benieuwd wat er gebeurt als je eraan draait. Dus dat gaan we eens even doen. Oeh, er komt een ander pakketje te verschijnen. Dat is echt een leuk systeem. Oké, top. En dan ga ik weer verder draaien, denk ik. Hier zitten kaarten in. Het lijkt een soort van boekjes. Ik ga even kijken wat hierin staat. Nou, op dit kaartje staan dus denk ik alle poppetjes, de Sparkly Gritters, die je kan krijgen. En met een bekertje. Kijk, hier zie je een papier dingetje erop. En hier bijvoorbeeld een hartje, hier een sterretje en hier een diamantje. En dus kan je hier kijken. Dat hartje betekent dat hij normaal is. Dus dan is hij niet zeldzaam. Het sterretje betekent dat hij zeldzaam is. En het diamantje, als dat erbij staat, is hij dus ultra zeldzaam. En wat me ook opvalt, is dat ze allemaal een eigen blikje hebben. Het lijkt me heel erg leuk om een wilde gok te doen naar welk poppetje ik heb. Ik ga even kijken welke ik denk dat ik heb. Ja, ik denk dat ik dit pandaatje heb. Ik ga weer draaien. Oeh, weer een zakje. Oh, dit kan trouwens wel het poppetje zijn, denk ik. Want deze is heel groot. Het is sowieso een poppetje, dat weet ik zeker. Even kijken of er nog wat meer in zit. Ik denk het niet. Nee, alles is leeg en we kunnen nu beginnen met uitpakken. Ik ga beginnen met het poppetje. Of ik nou echt die panda heb, ik weet het niet. Ik denk het. Misschien. 3, 2, 1. Oh, kijk hoe schattig. Het lijkt wel een Dalmatiërhondje. Ik denk dat dat het is. En kijk die wimper, zo mooi. Nou, even kijken welke ik heb op de kaart. Hier. En hij heet Dos. En hij is, even kijken, het hartje. Normaal. Ik heb een normale. En volgens een boekje hoort hier een Coca-Cola blikje bij. Die ik heel leuk vind. Dus ik ga even kijken of dat ook klopt. Even kijken. Oeh, dit is een spuitje. Wat schattig. Kijk. En ik denk dat je hier iets mee in moet doen of zo. Geen idee. Daar komen we straks allemaal achter, hè. Ik ga gewoon verder met dit uitpakken. Geen idee wat dit is eigenlijk. Oké, we gaan het zien. Oké, hij is open. Huh, wat is dit? Oh, kijk hoe leuk! Hij staat op Lazy. Kijk hoe leuk het eruit ziet. Ik haal even het elastiekje eraf. Oh, hier zit nog iets in. Een lepeltje. En dit is... Oh, dit is een zakje, denk ik. Want we gaan hier natuurlijk slijm mee maken. En hier kan je het dan in bewaren. Dus handig en superleuk. En nog even een leuk weetje over de Sparkly Gritters. Je hebt... twee verschillende soorten. Het ene soort spuugslijm en het andere soort poepslijm. En als je hier dus een hartje hebt, op deze plek, dan poept die. En ik heb een poeper. En dan is nu het moment daar. Deze Sparkly Gritter gaat slijm poepen. Maar dan moet hier wel nog even wat gebeuren. Ik vul eerst dit blikje met water. En dat doe je door het blikje in het water te doen. En dan voorzichtig het water op te zuigen. Kijk, het blikje zit nu helemaal vol met water. En dat water spuit ik in de mond van mijn gritter. Maar er moet wel even de speen eruit worden gehaald. Je hoort het er echt in gaan. Dan druk je de speen er weer goed in. Want anders dan, komt het er allemaal weer uit. En dat wil je niet. En dan ga je even een minuutje met je gritter schudden. Doe de gritter shake.
Do the critter shake. Shake it up. De critter shake. Nou, nu het grote moment. Nu gaat mijn critter slijm poepen. En als je het slijm eruit wil laten komen, dan moet je in zijn hoofd knijpen. Zoals je ziet is het nog hele dunne vloeistof, maar dan moet je even 10 minuten laten staan. En als het goed is, is het dan slijm. Nou, mijn grittertje heeft zich helemaal leeg gepoept. En nu doe ik alvast de unicorn shimmer bij het vloeistof. Oeh, kijk hoe mooi. Nou, dit zet ik even aan de kant. Daar kijken we straks weer naar, als het even opgestijfd is. En dan ga ik alvast door met een andere Sparky Critter. Want ik ben heel erg benieuwd als de poppetjes ik nog meer krijg. Oké, welke kies ik? Daar moet ik ook nog gaan kiezen. Even denken waar zeldzaam in zit, want dat wil ik wel heel erg graag. Wat denk ik? Ik denk in deze. Ja, we gaan voor deze. Ik vind het zo spannend dat er elke keer tevoorschijn gaat komen. Oh, nu heb ik deze anders. Nu heb ik 3 zakjes. En door. Ik begin weer bij het eerste pakketje. Dat is dan het bekertje. En dit is dan het poppetje. Ik denk dat ik deze heb. Vlies. Nou, laten we het gauw gaan bekijken. Ik ga snel het pakje openmaken. Zijn jullie klaar voor de grote onthulling? 3, 2, 1. Oh, dit is echt mooi. Deze wil ik heel graag. Oh. Ik heb een ultra zeldzame, dus een mega zeldzame. Super leuk dit. En wat zo leuk is, ik heb ook een hele grote poepsie unicorn. En die lijkt hier heel erg veel op. Dus eigenlijk is dit een soort van kindje. En dit kindje heeft natuurlijk ook water en eten nodig om slijm te kunnen maken. Dus dat gaan we hem even geven. Doe de gritter shake, doe de gritter shake. Woe! En tijd om te laten poepen. En poepen maar. En bij deze slijm doen we unicorn sparkle erbij. Zowel slijm van de sparkly critter staat op de cijfer, heb ik heel erg veel zin om een cutie tootie te gaan unboxen. En ik heb hier heel veel verschillende soorten en kleuren staan. En ik ga voor, ik heb blauwe, roze, paarse. En ik ga voor de... Wat is dit? Oeh, deze vind ik wel heel erg mooi. Voor de blauwe. Het is een hele mooie zeeblauw / turquoise. In één zo'n cutie tootie verpakking zit een hele grote doll. En als je die openknipt, kan je 4 soorten verschillende slijms hebben. Je kan een crunchy slijm hebben, een bouncy slijm, dus die kan stuiteren. Een waterslijm, dus zo'n grillerige. En een marshmallow slijm. Volgens mij is dat een soort van cloud slime, dus dat is een soort van... zand, slijm, ik weet niet hoe ik dat uit moet leggen. En als je dan knijpt, komt er een pakketje uit en daar zit dus je poppetje in. En bij de Cutie Tooties heb je ook steeds heel veel poppetjes die je kan verzamelen. Dus dan is het ook weer steeds een verrassing welk poppetje je hebt. Jongens, kijk eens hoe mooi het rol. Kijk hoe leuk. Hij ziet er zo uit. En ik pak even de kaart erbij. Zoals je ziet op deze kaart heb je ook mega veel Cutie Tooties. En sommige vind ik zo schattig. Oh. Oh, kijk die. En ik ga er dus nu achter komen welke slijm en welke cutie tootie ik heb. En je kan hem dus op 2 manieren openmaken. Je kan zo dit bovenkantje eraf knippen. En je kan ook aan de onderkant dit lipje opentrekken. Dus dat ga ik nu even doen. Oké, en openbaar. Oeh, er zit een heel mysterieus zilver papiertje in. Het is eruit. Oeh, dat slijm voelt lekker. Het is super lekker crunchy en super lekker zacht. Maar dan ben ik nu intussen wel heel erg benieuwd naar welke cutie tootie ik heb. Dus die ga ik ook eventjes openmaken. 3, 2, 1. Deze is super schattig. En ze hebben ook weer hele leuke wimpertjes. Oh, kijk eens wat een schatje dit is. En ik wil gelijk even kijken welke ik heb. Ik heb een zeldzame. Oh, weer. Kijk. Ik doe mijn slijm terug in de rol. En ik doe het klepje er weer goed stevig op. En dan ga ik eens even weer een nieuwe Cutie Tootie unboxen. Ik ga nu voor een... Oeh, roze Cutie Tootie. Deze is heel erg mooi bubblegum roze. Jongens, kijk, deze is die kleur, hoe mooi. Ik ben zo benieuwd wat voor Cutie Tootie ik heb en wat voor slijm. Dus ik ga hem meteen openen. Ik zie het nog niet. Jullie wel. En een Cutie Tootie valt eruit en deze wilde ik zo graag. Jongens, kijk eens wat een schatje het is. En ik heb hem gevonden op de kaart. Dit is Prism en hij hoort bij die Boogie Poops. En hij is ook ultra zeldzaam. Hij is niet alleen zeldzaam, maar ook ultra. En ik ga nu trouwens door even kijken naar welk slijm ik heb. En ik heb hem ook gezien. Hij is heel mooi okergeel met sterretjes. En ik denk zo te voelen. Hij voelt heel lekker stevig, als een soort putty. Dus ik denk dat ik dan Bouncy heb. En even testen of die echt wel bouncy is. 3, 2, 1. Ja, die is zeker.
balance sheet. Een dikke 10 voor de balance test. Na deze leuke cutie tootie ervaring ga ik eens even kijken hoe het bij mijn Sparky Glitter Slime zit. Oeh, wat zacht. Het is echt lekker. Kijk eens hoe mooi die glitters. Ze lijken nu wel, als ik er zo tegenaan kijk, een beetje goud al mooi. Oeh, dit is ook heel erg lekker. Super fijn. En die glitters zijn ook weer heel mooi. Kijk maar even. Nou, en deze lekkere slijmpjes ga ik even in deze leuke zakjes doen. Nu door met deze sparkly glitter. Oh, dit is zo leuk. Ik heb de cinnamon. En jongens, cinnamon is een spuger, geen poeper. Terwijl slijm staat op te stijgen, ga ik nog even een paar cutie tooties openmaken. Oeh, ik heb de marshmallow slijm. Deze wilde ik heel graag. Hij is zo ontzettend zacht en rekbaar. En dan nu kijken welke cutie tootie ik heb. Er is één. Dit is een katzevermiddeltje. Ik heb Splash. En weer door. Een heleboel cutie tooties en sparkly glitters opengemaakt. En dus heb ik ook heel veel poepsie slime. En zoals de mensen van jullie vast wel weten, heb ik op mijn Instagram account aan jullie gevraagd wat voor slime challenge ik met al deze slijmpjes moest doen. En er is heel veel gevraagd of ik met deze poepsie slime een poepsie slime smoothie wilde maken. En natuurlijk wil ik dat, dus let's go! Nou, tada! Mag ik jullie presenteren de one and only Poepsie Slime Slime Smoothie. Hoe vinden jullie geworden? Laat het even weten in de comments. En ben je na deze video helemaal enthousiast geworden over de Cutie Tooties en de Sparkly Glitters? Grijp dan nu je kans. Want ik geef namelijk één pakket met Cutie Tooties en Sparkly Glitters weg aan jullie. En om kans te maken om dit pakket te winnen, moet je 1. Abonnee zijn van mijn kanaal, dus als je dat nog niet bent, klik dan snel op de rode abonneerknop hier onder deze video. En 2, like deze video. En dan ben ik ook weer aan het einde van deze video gekomen. Ik hoop heel erg dat we samen de 11.000 dikke duim omhoog kunnen geven. Abonneer gelijk even op mijn kanaal. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Doeg!